Dat is onze bus. Helaas zit ons Cambodja avontuur er weer op. En we gaan nu met de bus een uurtje of 8 naar onze volgende bestemming. En ja, dat zien jullie later wel. We zijn nu bij de Cambodjaanse grens, dus we moesten even de bus uit, moeten we ons visum laten zien bij de grens daar. En als het goed is lopen we dan gelijk door naar de grens van Thailand, want we gaan weer terug naar Thailand. En dan moeten we daar een visum halen aan de grens, dus dat is weer een hele nieuwe ervaring wordt dat voor ons. Maar ja, we gaan zien hoe het loopt. Die mensen van de bus organisatie die hebben het allemaal goed uitgelegd, dus als het goed is zijn we goed voorbereid. En dan gaan we kijken of we het land in komen. Alright, nou, uurtje later in de rij en we zijn in Thailand. Voor 30 dagen minimaal, dus we gaan nu weer naar de bus. We wachten totdat iedereen uit de bus zijn visum heeft en dan gaan we volgens mij lunchen en dan richting Bangkok. Nice. Leuk om weer terug te zijn in Thailand. Ja. Oké, we zijn aangekomen in Bangkok. Na een lange reis, maar het ging eigenlijk allemaal goed. Dus we zijn nu weer in de gekte van Bangkok beland en dit keer blijven we niet twee nachtjes. Zoals we deden toen onze reis begon, 5 maanden geleden alweer. Maar we blijven hier nu een maand. Dus we hebben een mooi appartementje geregeld met goede voorzieningen. Dus, ik zal later ook nog wel een filmpje maken van het appartement en het gebouw, want dat is erg nice. Dus ja. We gaan nu eigenlijk een maand lang het leven in Bangkok ervaren. Heel benieuwd. We zijn gelijk weer in de gekkigheid en de massaligheid beland. Want we moeten even een mobiel abonnement scoren. Dus die hadden we al, maar we hebben die verwijderd. eSIM. Dus we moeten even weer naar de winkel en voor een maand wat data halen. En dat gebeurt hier in die lijpe winkelcentra. Oké, we hebben net 2 mobiele abonnementen gescoord. Een computermuis, voor mij. Elektrische tandenborstel opzetstukjes. Tandpasta. Allemaal van die dingen die we in overal niet konden vinden. Overal nergens konden vinden. En we gaan nu lekker wat streetfood eten. Appartementengebouw en die gaat met gezichtsherkenning open, dus we hebben geen sleutel nodig of zo. Ook de lift werkt zo, heel bijzonder. Gaan we nu ook eten bij een restaurantje
naast een brug, naast de weg. Met alleen maar Thaise mensen om ons heen. Dus meestal betekent dat goedkoop eten en goed eten. Dus ja, ben benieuwd. Ja, hier zaten we dus net beneden. Dat is wat leuk van Bangkok. Je hebt overal restaurantjes en eetentjes. Want de Thaise cultuur is nou eenmaal, in ieder geval in de stad, dat je niet zelf je eten meeneemt. Maar gewoon ergens snel gaat lunchen bij een restaurantje zoals dat. Of onderweg wat streetfood haalt in een bakje en dat meeneemt naar je werk en daar opeet. Dus ja, het is super eenvoudig om hier gewoon even lekker aan te schuiven en iets te eten. En wat je net zag was bij elkaar €4,50. Dus ja, voor de kosten hoef je het ook niet te laten. Inclusief drinken. Dus ja. En het is nog erg lekker ook. Dus ja, dat is wel top. Ik vertelde dus dat we hier erg veel buiten de deur eten en dat iedereen dat trouwens in Thailand doet. Maar Nief miste het zo dat we vanavond lekker... Ik mag weer koken! We gaan vanavond lekker pasta eten, zelf gemaakt. Dus ook wel weer eens leuk. Hopelijk ook lekker. Hopelijk ook lekker inderdaad. Ik zit te denken, dit is trouwens onze keuken. Ik kan wel even heel kort de woonkamer laten zien. Ik ga binnenkort maak ik een filmpje over het hele appartement en het hele gebouw, want er zijn heel veel amenities. Ik ben hier nu trouwens dit filmpje aan het editen. Dus ja, en we gaan hier vaker filmpjes uploaden en kortere filmpjes. Dus daarom is dit filmpje ook wat korter. Dat maakt het editen ook wat makkelijker en dan ja, kunnen we hier een beetje het dagelijks leven laten zien. Dus tot snel!